Uitermate blij dat ik hier vandaag mag zitten en dat wij een gesprek gehad hebben met de minister. Nadat wij gisteren een uitgebreid gesprek gehad hebben met het nieuwe bestuur van Arie Kok. Waar wij als DCNA, een DCNA is een netwerkorganisatie voor alle natuurparken van de zes eilanden. Wat wij doen is wij proberen de kennis en de ervaring en de issues die er spelen met de zes eilanden uit te wisselen, zodat de parken en de parkbesturen daar een enorm gebruik van kunnen maken. Dus wij staan in dienst van de parken. Dus wij staan in dienst van Arie Kok. We hebben daar uitvoerig met het nieuwe bestuur over gesproken, ook hoe we gaan samenwerken en hoe we dat gaan inrichten, ook in het verlengstuk met hoe de relaties in het verleden waren. En wij zien uit naar een uitermate vruchtbare samenwerking. Niet alleen op het gebied van de herstructurering, zoals u net al uitgelegd heeft, daar zullen we natuurlijk alle kennis en kunde die er is binnen de eilanden op de andere parken, zullen toegankelijk zijn voor Arie Kok. Maar we zullen ook kijken waar wij nuttig kunnen zijn in het opzetten van de Marine Park, als we daar enige hulp in kunnen bieden en ervaringen kunnen uitwisselen met wat bijvoorbeeld op Bonaire, die daar heel ver in zijn. Saba is daar ook heel ver in, dus daar zit kennis, daar zijn problemen geweest, die problemen zijn opgelost. En ik denk dat dat ten nutte kan zijn van Arie Kok. Dus dank voor deze bijeenkomst. Thank you. Thank you.